klopt al, dames en heren, dat de hoorn vanavond het instrument is dat als rode draad fungeert in het programma. Om zoveel mogelijk uit dit instrument te halen, werd gekozen voor een componist die al ettelijke muziekstukken heeft geschreven, vooral voor brassband, wiens werken zeer graag gespeeld worden trouwens door harmonieën, fanfares en brassbands, en die toch wel een zeer populair en gelauwerd componist is. Philip Sparks' muziek werd vaak op wedstrijden verplicht gespeeld. De man weet wat een harmonie, een fanfare of een brassband aan kan. En ook dit partypiece is een kolfje naar de hand van het Remuze-orkest. En vooral naar de hand, of moet ik zeggen naar de mond, van Evi Batens. Leerlingen geweest van een notoire hoornist als André van Driessen. En zelf ook aanvoerster van de hoornsectie bij het orkest hier vanavond. De kracht van de muziek ligt natuurlijk bij de componist, maar niet alleen bij de componist, ook bij de man die het werk arrangeerde voor harmonie. En dat is de hoornist hier ook in het orkest aanwezig, Wouter Deere. Het virtuoze muziekwerk vergt veel vakmanschap en bestaat uit twee deeltjes die elkaar overlopen, een andantino en een allegro scherzando. Dames en heren, partypiece van Philip Sparks met als soliste Evi Batens.